gaan het hebben over die halve finale van het Songfestival. Ja, wat was het weer leuk, hè? Wat was het waanzinnig. Het zag er allemaal weer strak uit. De presentatoren waren in topvorm. En het publiek ging opnieuw uit zijn dak. Er mogen natuurlijk maar 3500 mensen bij zijn. Maar daar merk je helemaal niks van. Ze juichen alsof ze met 10.000 zijn. En gejuicht werd er zeker voor Stefania, die uitkomt voor Griekenland. Maar natuurlijk eigenlijk gewoon hartstikke Nederlands is. In haar paarse catsuit veroverde ze de harten van de kijkers thuis. En ze viel ook op door die visuals. Ze stond voor een greenscreen. En daar waren mannen om haar heen met witte en groene kleding. Waardoor je dus alleen dat witte ziet. En waardoor het lijkt alsof ze met jasjes, broeken en hoedjes danst. En hoe ziet dat er dan uit voor het publiek in de zaal? Want dat is toch wel even anders. Lammert de Bruin van 1Vandaag, die heeft dat online geplaatst. Ja, dit is dus in de zaal. Dit is, daarboven konden ze het op schermen wel zien. Maar vooral heel erg groen dus vanuit de zaal. Stefania gaat door naar de finale. Het is haar gelukt. Helaas mocht Nederland niet meestemmen gisteravond. Maar gelukkig heeft zij genoeg fans ook uit andere landen. Songfestivalkenner Maurice Wijnen, die was erbij gisteravond in Ahoy. En we hebben hem nu aan de telefoon. Goedemorgen, Maurice. Goedemorgen. Ja, bij die eerste halve finale was je ontroerd. Nu opnieuw of went het al, dat spektakel? Nou, ik denk dat gisteravond opnieuw een prachtig gerealiseerde show was. Alleen moet ik zeggen dat de kwaliteit van de liedjes, maar ook de vocale kwaliteit, wel een stuk minder was dan dinsdagavond. Ja, vond je het een mindere avond dan, wat dat betreft? Ja. Ja, ik vond dat de betere songs dinsdag zaten. En er zitten natuurlijk nog een paar knallers bij de liedjes die we pas morgen voor het eerst horen. De liedjes van de Big Five. Ik denk dat gisteravond de kwaliteit zat bij Portugal. Hè, dat de man met de hoed, dat was een soort van eerste oldschool rustpunt. Bij de Bulgaarse Billie Eilish, het meisje op de rots. En bij Zwitserland, het lied van de producer van Arcade. Dat vond ik vocaal de mooiste van de avond, die heel hoog zingende Zwitserse jongen. Ja, nou, even toch vooruitblikkend dan op morgenavond. Ik had het over de Grieks-Nederlandse Stefania. En zij heeft geloot om mee te doen in de eerste helft. Is dat nou voordelig of niet? Nou, zij is als 10e aan de beurt morgenavond. Dat is geen slechte plek. Maar het is niet zo'n goede plek als Nederland heeft. Die als 23e aan de beurt zijn. En dat is vrijwel aan het einde. En dan is echt iedereen ingeschakeld, zit iedereen in die vibe. En vaak zit het venijn in de staart bij het Songfestival. Dus ja, Nederland mag heel blij zijn met die 23e plek. Heeft dan wel weer de pech dat de momenteel de topfavoriet Italië, die komen direct daarna. Dat is een ideale loting. En hetzelfde geldt voor die andere topfavoriet Frankrijk, die aan de beurt zijn naar dat hele hysterische nummer van Oekraïne, waardoor Frankrijk nog meer dan het van natuur al is, het perfecte rustpunt wordt. Goed, Maurice Wijnen. Ja, ik ga je bedanken voor nu. Maar we spreken je volgens mij morgen ook weer uitgebreid in onze uitzending. Ja, tot morgen, we hebben er zin in. En toch nog heel even terugkomend op Stefania, de Grieks-Nederlandse inzending. Veel mensen zijn natuurlijk ontzettend trots, waaronder de burgemeester van Utrecht, Sjern Dijksma. Die tweet, ze is nog maar 18 en deze dijk van een zangeres woont in Utrecht. We mogen zaterdag niet op de geweldige Jean-Guy Macroy stemmen, maar met Stefania, die voor Griekenland uitkomt, stemmen we gewoon alsnog op Nederland. Nog één leuke tweet dan van Stefan. Ja, dat we ooit miljarden stuurden naar Griekenland is tot daaraan toe, maar ook de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Goed, de concurrentie is moordend, hè? Ja, valt nog te bezien natuurlijk wie de wint. En Lucille ook Songfestival-fan. Hoe heb je het gisteren zitten bekijken? Ik ben zeker een hele grote liefhebber. Mm-hmm. Geen kenner, maar wel een liefhebber. Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat dit gewoon in ons land gebeurt. En dat je weer mensen inderdaad in het publiek ziet. En dat er 3500 man is. En ik vind ook die lieder zo fantastisch. Je krijgt een geweldig beeld van Nederland. Op een gegeven moment dacht ik ook in de lieder van, wat zijn toch eigenlijk al die witte bollen?
Want ja, Nederland komt voorbij. Je ziet Giethoorn, je ziet het Rijksmuseum, je ziet beelden van Rotterdam, de Erasmusbrug. Nou, een ongelooflijk goed promo-plaatje natuurlijk voor Nederland. En toen dacht ik op een gegeven moment, die witte bossenbollen, excuses. Alles is fout gegaan vanochtend. Daar staat ook nog een telefoon aan. Live televisie. Maar dat zijn dus bossenbollen woningen. Ah, kijk. Dat wist ik ook niet. Nee, maar zo zie je maar hoe goed dat is dat Nederland gepromoot wordt. En dat voor 200 miljoen kijkers. Dus ja, Nederland, dat wordt gewoon een land waar we natuurlijk allemaal samen toe gaan. Nou, dan kan de toerismesector zeker gebruiken. Ja.